zit hier met mijn edit buddy Teddy. Edit buddy Teddy. Ah, dit wordt weer een ochtend vol editen. Mag ik er even bij, Mo? Ja, joh, tuurlijk. Alsjeblieft. Oké, dankjewel. Dat is wel mooi, baby. We weggaan van huis voor Italiaans eten bij Palermo. Ja. En we uiteindelijk terechtkomen bij de Chinees. Ja. Heb je zo'n zin in sushi? Jij sushi geslaagd. Ja. We hebben een cheat day vandaag. Dat mag wel. Jouw idee. Mijn idee. Ik ben de guilty one. Maar voor dit vind ik het niet erg om schuldiger te zijn. Sushi. Maakt toch niet uit, baby. Op de grill. Op de grill. Morning, baby. Zingetje er ook bij. Ik ga het filmen. Ja, het is mooi, hè. Ben je mooi, baby? Een beetje kerstig, hè? Kerstig. En dan ingetuigen de kerstshow. Of is het een show? Weet je. Iets met kerst, dan is het gewoon iets. Het is kerstfair. Kerstfair. All ins and outs op de kerst 2018. 17e maar denk ik. Nee. We zijn onderweg naar mijn moeder. Even ophalen. Kerst, ballers, fine girls. Ik heb een mooie roze lip. Zo! Ouderlijk huis. Ik dacht, ik zit te wachten op een toeter. Toeteren. Hij is er ook genoeg getoeterd. Dus, En wie is hard getoeterd? Ja, die Marokkanen toch? Ja, dat is waar. Ja. Ze hadden een feest. Ja. Ik moet nog even plassen. Tenminste, er iemand door. Inderdaad. Toeter. Duik altijd even bij mijn moeder in de koelkast, want die is veel leuker dan die van mij. Mag ik een shakey, mam? Ja. Dus, ik heb er ook één bij. Ik ben blij dat het niet buiten is, wat jij. Ja. Mooi. Kerstballen, slingers, pieken, lichtjes. Het is wel lang zoeken naar een parkeerplek, hè? Maar we hebben een uur gereden, dus we moeten en zullen ergens een parkeerplek hebben. Ik moet plassen. Ga je daar tussen? Super. Caravan. Jij. Oh.
Gewoon reserve. Voor Bar Rescue, want ja. Ik ga niet goed doen. Ik wil ook graag een kerstboom in mijn badkamer. Kunnen we alleen zelf niet meer douchen? In een bad van ballen. Ik heb ook zo'n pruik op mijn kop. Zou we zo'n grote badkamer hebben, dat wil ik wel. Auw! Dit is mijn vader's afdeling. Die maakte altijd hele stellages voor het raam van de groothandel. Ja.
afrekenen. Dat was wel leuk, alleen op het einde wat we hadden van de soep al even... Het was een kapot met windel en er stond een kaartje in en voor 12 euro, dat bleek maar hartstikke toch. Leuk standaard. Ja, maar bij de kassa bleek dat hij dat er een kaartje miste. Toen was hij ineens iets van 32 euro. Nou, dat is een beetje raar, want het ligt niet aan mij dat er natuurlijk een kaartje mist. Dat was jammer. Dus die hebben we gelaten. Dat is jammer. Hashtag niet zo leuk. Ja, jongens. Lekker pot. Een andere keer. We hebben een goede bank gevonden. Om even te chillen. Ja, want... Lekker pot. Je hebt het wel gehad. En, Nee. Wat? Ik heb het niet gehad. Alleen mijn heup heeft het beter gehad. En maar lopen, jongens. En maar lopen. Niet kapot te krijgen, joh. Koningin shopping is dat. Niet kapot te krijgen, die vrouw, hoor. Och? Och. Misschien moeten wij geen kabel knallen als we filmen. Ik heb geen kabel, hoor. Dus ik weet niet waarom je kabel mee moet hebben. Ik heb voor jou gehad. Wel een mooi licht hier. Ja. Nou, vanaf nu komen we elke week hier onze vlogjes opnemen. Perfect licht. Nee, het is kleiner dan ik had verwacht hier. Ik vind het wel, wel leuk, maar ik zou het je niet aanraden. Nou, nee? Het is fucking groot. Nee. Ik zou het in ieder geval op zijn minst gewoon één keer deze overheen lopen. Ik heb wel van. Ja, oké, maar ik vind niet dat je hier naartoe moet gaan en denken van, ik ga je naartoe en dan ben ik klaar. Ja, tenzij het allemaal jouw smaak is. Er zijn ook heel veel verschillende dingen. Nou, misschien ben ik niet zo'n goede graadmeter. Ik denk niet dat we hier die 100 euro shopgoed mee gaan winnen met zo'n recensent van jouw celebrity. Nou, we zijn hier wel klaar. Ik vond het echt fantastisch. Ik heb echt mijn ogen uitgekeken, elke hal weer. Elke hoek weer iets nieuws gezien. Voor ieder wat wil. Het is echt een dagje uit. Ja, zeker. Top. Maak even een foto van me. Ik kan niet filmen. Ik kan geen filmen. Nee, maar dan moet je even filmen stoppen. Oké, okay, nou, we gaan stoppen dan. Houden. Net terug van de Kerso in de Intratuin. En terwijl dat René het huis gezellig maakt met wat kaarsjes en onze nieuwe kerstaankopen, ga ik een lekker varkensnietseltje maken met bloemkool en iets wat onze vrienden in Tilburg, Ferry en Esther, ontzettend zullen herkennen en lekker zullen vinden met knoflookchips. Dus niet zo ga ik... paneren in amandelmeel, aangezien we nog steeds op de koolhydraatjes letten. Let daarbij wel op dat je de temperatuur van de pan wat lager zet, want het verbrandt gewoon veel sneller. Dus moet helemaal goed komen, ben ik niet vergeten. Voordat ik de kalfsnietseltjes ga paneren, een paar druppeltjes citroensap op het vlees, dat maakt het lekker mals. Nou, daar blijft het lekker mals van. Dan hou je het vlees lekker mals. Lekker mals vlees. Goed verhaal. Vlees blijft lekker mals vlees. Tegen vlees en mals vlees. Ik vond het een goed verhaal. Ik ga koken. Goede scheut in, hoor.
zijn. En dan de knoflook erin. Lekker schatje. Ben jij kok of zo? Ja. Ik ben een sterrenkok.